Hallo en welkom bij een nieuwe video. Geen vlog dit keer met belevenissen van de afgelopen week, maar een vlog waar, of een video waar heel veel om is gevraagd naar aanleiding van een vorige video die ik over dit onderwerp deed. Namelijk mijn bevindingen met de Apple Watch. In dit geval de Apple Watch 2. In mijn vorige video heb ik verteld wat ik van de eerste generatie Apple Watch vond. Inmiddels heb ik sinds, sinds oktober de tweede generatie binnen. En daar zitten een paar significante verbeteringen en veranderingen in ten opzichte van de eerste generatie. En daar wil ik even over vertellen en daarmee ook aangeven of het de moeite waard is van het voor het eerst aanschaffen van een Apple Watch. Of misschien een upgrade als je de eerste generatie al hebt. Nou, voor alle duidelijkheid, dit is mijn Apple Watch. Het is een sportsmodel, dat wil zeggen aluminium behuizing in een zwart kastje. En ik heb daarvoor gekozen daarbij de woven nylon, zwarte band. Dit is het 38 mm model. Er is ook een model van 42 mm doorsnee, die is ietsje groter dus. Ik vind hem heel eerlijk gezegd misschien nog wel ietsje mooier. Kan zijn dat je hem te clunky vindt. Natuurlijk sowieso, het is niet de meest elegante watch die er bestaat. Ik heb toch gekozen voor de 38 mm. Dat heeft alles te maken met het feit dat mijn eerste Apple Watch ook een 38 mm watch was. Die kocht ik toen omdat er gewoon niks anders voorradig was. En ik moest meteen zo snel mogelijk het ding hebben. En ik heb inmiddels een aardige verzameling bandjes. Dit is een officieel Apple bandje. Ik heb ook de officiële Milanese Loop. Het is mijn duurste, maar tevens ook mooiste watchband. Bij de eerste oorspronkelijke Apple Watch had ik het blauwe sportsbandje. Ik heb daarom nog een keer het officiële rode sportsbandje gekocht. Maar de reden dat ik heel veel watchbands heb inmiddels is heel simpel. Alibaba, AliExpress. Daar koop je voor, ik geloof, 3 euro per stuk namaak sportswatchbandjes. En je hebt ook namaak woven nylon. Je hebt namaak Milanese Loop. Nou, daar heb ik er geen ervaring mee. Ik heb ervaring met de namaak sportsbandjes. En ze zijn net iets minder soepel misschien dan de oorspronkelijke. Maar als je nagaat dat je voor een officiële 50 euro betaalt en hier 3 euro voor. En dat je wel heel veel extra kleuren hebt om te mixen en te matchen met de kleren die je aan hebt van die dag. Prima. Dus vandaar de 38, want ik had gewoon al heel veel bandjes daarvan liggen. Misschien dat ik bij een volgende model wel overstap, durf ik niet te zeggen. De grote verschillen tussen de eerste Apple Watch en de tweede Apple Watch dan. De tweede generatie, deze dus, en dat is heel lekker, is waterdicht. Dat betekent dus dat ik ermee kan douchen, dat is leuk. Maar je kunt ook eindelijk als je een dag gaat zwemmen of naar het strand gaat, je watch meenemen. Liever niet met het woven nylon bandje en dan zeker niet met deze. Maar met een sportsbandje, prima. En dat is wel een leuk dingetje wat ze daarvoor hebben. Ik zal het heel eventjes demonstreren. Op het moment dat je gaat zwemmen of douchen, of in ieder geval iets gaat doen waar water bij komt, swipe je omhoog, selecteer je het druppeltje. En nu is hij geblokkeerd voor alle handelingen. Totdat je klaar bent met het water. Dan draai je aan de crown. En dat geluid zorgt ervoor dat hij het restje water wat hier in het spiekertje gekropen kan zijn, naar buiten pulseert. Zodat alle waterresten echt weg zijn. Dat is een topvinding. Dus dat is gewoon heel erg praktisch. Met douchen kan hij gewoon omblijven. En ik heb nog niet echt een zwemdag mee gehad. Maar het gewoon het idee omlaten en lekker het water induiken, heerlijk. Ander belangrijk unique selling point van de Watch 2 is een iets beter batterijleven. Nou is het vooral sinds Watch OS 3, dus de nieuwe software die erop staat, ontzettend verbeterd. Er was in het begin van de Apple Watch wat kritiek. Joh, de batterij gaat maar een dag mee. Maar ja, weet je, het is voor mij net zo gewoon als ik 's avonds bij het slapen ga mijn telefoon aan de oplader hang, doe ik ook mijn watch aan de oplader. Het enige waar ik nu af en toe rekening mee moet houden is als ik wegga, dus op vakantie of een paar dagen voor werk, dat ik in een hotel zit, ik noem maar wat, dat ik altijd voor zorg dat ik wel 2 stekkers bij me heb, want ik moet en mijn watch en mijn telefoon opladen. Soms neem ik gewoon een stekkerblokje mee, zodat ik dat hup naast mijn bed kan inprikken, dan ben ik gedekt. Hij is dus sneller, beter batterijleven en waterdicht. Maar de belangrijkste factor om over te stappen naar de tweede generatie is ingebouwd GPS. Yes! En dat is handig. Ik doe een hardlopen. Daarvoor gebruik ik de Runkeeper app. En als je gaat hardlopen, betekent dat dat je een telefoon mee moet nemen om, nou ja, je afstand, je route, alles te meten wat de Runkeeper voor je bijhoudt. En dat betekent vaak hier met zo'n bandhouder de telefoon mee. Ik heb een iPhone 7 Plus, dat is het grootste model. Daar zijn bandjes voor, die heb ik ook, maar het is wat clunky. Nou was het al een verbetering dat sinds ik de Watch heb, dat ik met de Runkeeper app in ieder geval zo kon kijken, al lopend,
dit is mijn pace, dit is mijn tempo, dat is lekker. In plaats van zo op een telefoon, want dat werkt dus niet. Maar sinds de tweede generatie Apple Watch en de meest recente update van de Runkeeper app, hoeft mijn telefoon niet meer mee. Ik kan met de Runkeeper app ervoor kiezen om zonder telefoon alleen op horloge te lopen. En alles wat de Runkeeper app zou moeten doen, houdt hij bij. Mijn snelheid, mijn gemiddelde tempo en inderdaad na afloop keurig een kaartje van de route die ik heb gelopen. Dankzij de ingebouwde GPS. En muziek dan, Michiel? Want jij loopt er zo graag op muziek. Ja, ik heb daar een fantastische Running Anthems playlist voor gemaakt. Nou, dit had ik al een poosje. Dit is een Bluetooth headsetje. Ik geloof dat die echt €30 kostte. Jam Earbuds. Deze werken met mijn telefoon, maar ook met mijn horloge. De Apple Watch staat toe om één playlist aan muziek van je telefoon, tot maximaal 2 gig, meen ik, te synchroniseren met je watch. Dat betekent dat ik mijn Running Anthems playlist heb gesynchroniseerd met mijn Apple Watch. En voor ik ga lopen, doe ik mijn headphones in. Ik connect ze met de watch. Ik zoek op de muziekapp naar de Running Anthems playlist. En kan vervolgens met de muziek op mijn oren van mijn horloge hardlopen met mijn horloge zonder telefoon. Ik heb dit en ik heb dit en ik ben klaar om te gaan. Eerlijk is eerlijk, nou weet ik niet of het aan de watch ligt, aan de software of ik vermoed aan de wat goedkopere Bluetooth oortjes. Als ik de Bluetooth oortjes wil koppelen met mijn Apple Watch, moet ik mijn Apple Watch eerst even opstarten als ik ze al een keer heb gebruikt met mijn telefoon. Gemiddeld scenario, ik fiets naar werk, luister via de telefoon naar de radio met mijn Bluetooth oortjes. Als ik daarna ga lopen, moet ik eerst een keer mijn horloge resetten voordat hij weer kan pairen met mijn Bluetooth headset. Het lijkt erop dat deze niet tegelijk met en de telefoon en het horloge samenwerkt. Dat kan nogmaals liggen aan het feit dat dit een wat goedkoop hoofdtelefoontje is. Aan de andere kant, de geluidskwaliteit en het gemak voor €30 is dit echt wel een aanrader. En dan maar even één keer mijn horloge herstarten, dat vind ik helemaal niet zo erg. Verder, apps op mijn horloge. Ik moet heel eerlijk zeggen, daar gebruik ik nog steeds niet zo heel erg voor. Net als in mijn recensie van de eerste Apple Watch, is de Apple Watch voor mij hoofdzakelijk een apparaat dat ervoor zorgt dat ik niet de hele tijd op mijn telefoon hoef te kijken. Dat ik ook niet degene ben die de hele tijd naast jou, als er een WhatsApp-gesprek loopt, ping, 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 doet. Als mijn telefoon in standby ligt en ik krijg een berichtje binnen, ligt mijn scherm niet op, maakt hij geen geluid en trilt hij ook niet. Want hier komt de notificatie. Ik voel een kleine trilling op mijn pols en jij hebt geen idee dat ik een berichtje binnenkrijg. Ik stoor niemand. En belangrijke berichten komen ook altijd binnen. Nog steeds vind ik het super makkelijk om Siri op die manier de opdracht te geven de timer te zetten. Als ik aan het koken ben bijvoorbeeld, dan is het letterlijk: hey Siri, zet de timer op 5 minuten. En de timer loopt. Ik zal hem gelijk even sluiten. Belangrijke meldingen, een wekker, een timer, berichten mis je niet meer. En dat is echt super lekker. Kun je berichten ook antwoorden? Ja, dat kan op verschillende manieren. Je kunt ervoor kiezen om een van de standaard antwoorden te gebruiken, die je ook zelf kunt aanpassen. Je kunt een antwoord dicteren. Hey, bedankt voor je berichtje. Punt. Tot later. En, maar dat werkt helaas alleen nog op het Engels, en daarvoor kun je gewoon handmatig elk gesprek op taal Engels zetten. Met Scribble kun je een antwoord terugschrijven op je watch. En dat werkt ook verbazingwekkend goed. Apps die ik wel gebruik op mijn horloge zijn, zoals gezegd, Runkeeper, Citymapper. Die heb je misschien al teruggezien in mijn vlog over mijn bezoek aan Londen. Waarmee je gewoon zegt, hey, ik wil hier naartoe. En hij leidt je van trein naar bus naar metro naar alles. Nadeel, werkt alleen in de Randstad van Nederland en grote wereldsteden. En navigeren sowieso. Als ik via Apple Maps een route bepaal, kan ik mijn telefoon gewoon in mijn zak laten. Mijn telefoon geeft pulsjes als ik links of rechts af moet. En ik loop zonder enig probleem naar de plek waar ik moet zijn. Nou ja, en één extra voordeel van mijn watch in mijn eigen huis is... Kleine demonstratie. Ik zet dan heel eventjes deze unit uit. Zo, die zonder de hele tijd te blazen in mijn gezicht. Eventjes voor het idee. Hey Siri, zet de lampen in het kantoor uit. Voor alle duidelijkheid, dit werkt omdat ik Hue-lampen thuis heb die op Apple HomeKit werken. Maar goed, het werkt dus wel. Hey Siri, zet de lampen in het kantoor aan. Even weer terug hoor. Zo. En dan moet deze eigenlijk ook aan, hè, voor hetzelfde effect. Zo.
Ik kan me niet meer voorstellen dat ik zonder mijn Apple Watch de deur uit ga. Hij zorgt ervoor dat ik geen enkele notificatie meer mis. Maar dat ik ook niet constant op mijn telefoon hoef te kijken of ik iets mis. Want het komt allemaal binnen en ik stoor er niemand mee. Simpele handelingen als de lampen even aan of uitzetten. Of de weg zoeken als ik ergens de weg niet ken. Die doet hij ook voor me. Hardlopen gaat er fantastisch mee dankzij de GPS. En sowieso over actief blijven gesproken. Activiteitsringen op de Apple Watch zorgen ervoor dat je de hele dag door een van tevoren ingesteld aantal calorieën haalt, elke dag minstens 30 minuten intensief beweegt en elke dag in 12 uur, in ieder geval 1 minuut per uur, even gaat staan. Is een Apple Watch voor iedereen weggelegd? Nee, want hij is best duur. Aan de andere kant, ik vind het de moeite van het aanschaffen zeker waard en ben er ook redelijk van overtuigd dat als je hem eenmaal hebt, dat je ook denkt, ja, ik zou echt niet meer zonder willen. Mocht je nog vragen hebben over de Apple Watch, drop ze gewoon in de comments. Vond je dit een leuke en interessante video? Duimpje omhoog. En volgende week hoop ik weer gewoon een normale vlog te doen met belevenissen. Maar dan moet wel mijn camera een keer terug, want die is nog steeds stuk. Tot de volgende.